Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is... paars! Elisa, wat houdt Paarse Vrijdag precies in? Paarse Vrijdag is een dag die ontstaan is uit de wil om acceptatie van lesbische, homo's, homo, transgender, mensen die een andere geaardheid hebben of die zich niet identificeren met het geslacht waarmee ze geboren zijn, om de acceptatie daarvoor breder te maken. Nou is het bijna nog een paar weken, 2016. Zijn dit soort evenementen dan nog nodig? We hebben natuurlijk een heleboel leerlingen, 1700 ongeveer. En vooral bij brugklassers, daar is het niet zo makkelijk om erover te praten. Omdat het iets is waar je eigenlijk nog niet mee in aanraking gekomen bent. En wat is nou precies jouw rol? Nou, ik heb vooral in aanloop naar Paarse Vrijdag heel veel georganiseerd. Wat vind jij zelf belangrijk? Ik vind het belangrijk dat iedereen gewoon kan zijn wie die is, zonder dat ze zich daar naar over voelen. Zonder dat ze daar negatieve feedback van krijgen vanuit hun omgeving. En dat het niet uit moet maken wie jij bent. Ook als je islamitisch of joods of christelijk, voetballer, hockeymeisje, maakt niet uit wat je bent. Je bent oké zoals jij bent. En dat moet geaccepteerd worden. Wat is het programma van vandaag? Nou, we hebben zojuist in de eerste pauze een zangeres gehad. Een leerling van onze school, twee leerlingen van onze school zelfs. Die een liedje van Macklemore, Same Love, hebben gezongen. We staan hier voor de fotobooth waar de brugklassen voornamelijk groepsfoto's kunnen maken. En er liggen in het atrium en in de mediatheek liggen de Paarse Vrijdagkranten. En in de tweede pauze straks hebben we een dansgroep die gaat optreden. Dus... Stijn, je lijkt net Batman met je paarse cape. Vertel, waarom ben je vandaag paars gekleed? Nou, het is vandaag Paarse Vrijdag en dat betekent dat voor het respecteren voor homo's en anderen, zoals lesbisch en heteroseksueel. En daarvoor dragen we allemaal paars, omdat je dan kan zien aan mensen of ze respecteren. Wie in deze klas kan me al vertellen wat homoseksueel is? Ook wel homo genoemd. Een man die seksueel gericht is op mannen. Homoseksueel wordt als woord ook wel gebruikt als een verzamelnaam voor homoseksueel, biseksueel en lesbisch. Dames, jullie hebben deze week een acceptatieles gekregen. Wat houdt een acceptatieles precies in? Ze gaan gewoon vertellen over hoe het is om homo of lesbisch te zijn en dat je gewoon moet accepteren hoe je bent. Ja. Ja, en ook dat je vrienden gewoon, eerst zijn ze vrienden en als je erachter komt, dat ze gewoon, sommigen gewoon je niet meer accepteren en sommigen wel. Wat vinden jullie ervan dat er zo'n les gegeven wordt op school? Ja, wel goed, want ja, iedereen moet zich gewoon accepteren. En niet dat eentje wordt buitengesloten omdat hij dan anders is, want iedereen is verschillend. Lisa, we zagen je net een acceptatieles geven. Wat houdt zo'n les precies in? Daarin leggen we uit hoe de verschillende geaardheden geaccepteerd worden, maar ook wat ze zijn. En we leggen een paar stellingen voor aan de leerlingen, zodat zij erover na kunnen denken en een antwoord kunnen geven, zodat wij ook inzicht krijgen over hun meningen. Want hoe ervaar je de reacties vanuit de leerlingen in zo'n les? Veel leerlingen geven echt sociaal gewenste antwoorden. En dat is wel heel jammer. Maar andere leerlingen geven ook echt hun mening en dan begrijp je ook wat ze bedoelen. Merk je nou veel verschillen per klas? Sommige klassen geven heel veel antwoorden die echt maatschappelijk gewenst zijn. En dan ben je klaar met je presentatie en heb je nog 10 minuten over. Maar andere klassen zijn heel erg spraakzaam en dan heb je je half presentatie gedaan en dan is de tijd om. En merk je nou na zo'n Paarse Vrijdag veel verschil op school? Ja, ik vind het wel meevallen, want ik vind dat het over het algemeen wel redelijk geaccepteerd wordt hier op school. Alleen, ik denk dat Paarse Vrijdag toch voor homo's en biseksuele en lesbische mensen hier op school heel erg handig is, omdat ze dan zien dat het toch echt wel geaccepteerd wordt. Als je vanmiddag naar huis rijdt, wanneer kijk je op een geslaagde dag terug? Nou, ik denk dat sowieso de brugklassen die de acceptatielesjes hebben gehad van een aantal leerlingen uit onze GSA, dat het bij hen makkelijker is om erover te praten. Dus ik denk dat het een goede geslaagde dag maakt.